Ja, de afgelopen dagen was het overwegend droog weer en ook rustig weer. De komende dagen zal dat toch wel anders gaan worden. Vandaag regen of motregen en dat betekent ook wel weer druppels op de ramen. En morgen en overmorgen bijvoorbeeld een aantal stevige buien. Dit is het weerbeeld voor de komende dagen. We zien. Veel bewolking boven Nederland. En uit die bewolking valt af en toe al wat lichte regen of motregen. Boven België en Frankrijk is de neerslag een stuk actiever. Maar wij krijgen het toch de komende uren ook wel met regen en motregen te maken. Vanmiddag kan het in het zuiden iets opklaren later vanmiddag. Morgen krijgen we een volgende storing die overtrekt. Dan krijgen we te maken met buien. En ook donderdag volgt er alweer een nieuwe storing. Die zien we hier een beetje liggen. Die komt dan naar beneden zakken. En die gaat dan ook voor stevige buien zorgen. En met die buien is er. Er ook kans op flink wat wind, met name de windstoten die kunnen stevig zijn. Er wordt wel zeer zachte lucht aangevoerd vandaag en de temperatuur die loopt dan ook flink op, die is ruim hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Vanochtend is het zo rond 14, 15 graden. Dat is eigenlijk normaal. Maar vanmiddag zal die temperatuur nog verder oplopen. Overigens vanochtend bewolkt, grijs, nevelig, misschien lokaal ook wel wat mist en dus van tijd tot tijd die lichte regen of motregen. Vanmiddag Later in de middag in het zuidwesten en zuiden misschien een klein beetje zon. Dan moet het wat droger gaan worden. Elders blijft die bewolking toch wel overheersen. Maar dan is die inmiddels wel 17 graden geworden. In het zuiden, als die zon een beetje op tijd komt, kan het 18 tot 20 graden worden. Dat alles bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan de dagen erna. Nou woensdag is ook nog een dag met die hoge temperatuur. Op veel plaatsen 19 graden, maar wel een aantal stevige buien. En donderdag dan krijgen we te maken met een andere luchtsoort. Wordt het nog hooguit 13 graden. Graden. Daarna nog frisser weer, vrijdag en in het weekeinde 10, 11 graden. Maar het weekend ziet er wel droog uit.